Goeiedag allemaal en welkom weer bij Eagle Dan Maakt. Met een motto: gewoon doen. Ja, ik ga de tuin van mijn schoonmoeder eventjes aanpakken, om zo maar te zeggen. Zoals de meeste van jullie allemaal wel weten, mijn schoonvader is overleden. Nou, en bij mijn schoonmoeder staat een grote, grote coniferen staan daar. En nog een oud hokje en een vijver. En, nou, dat soort dingen allemaal. Dat moet allemaal weggehaald worden. En dan ga ik daar weer een mooie nieuwe schutting tussen plaatsen. Van hetzelfde hout. Waar ik het hok en alles van gemaakt heb. Daar heb ik nog genoeg van over. Dus ja, dat vond ze wel mooi. Dus dat ga ik allemaal maken. Ja, ik ga denk ik in de video niet heel veel praten. Over uitleggen en dat soort dingen. Wat ik allemaal ga doen. Jullie zullen het allemaal wel gewoon zien. Want anders duurt het mij allemaal veel te lang dat ik heel veel dingen moet uitleggen. En dan gaat het mij allemaal veel te lang duren voordat ik daar klaar ben. Het is een grote klus. Dus jullie zullen het allemaal wel zien. Misschien dat ik af en toe wel even wat dingen uitleg. Wat ik gedaan heb of wat ik in die video aan het doen ben. Ik kan niet meer uit mijn woorden komen. Dus als jullie even naar de intro kijken, dan rij ik vast daarheen. Ik ben eigenlijk al begonnen daar. Dus het is op het ogenblik een grote band, om het even te zeggen. Want ik heb overal nergens wat neergezet. Goed, tot na de intro. Ja, dit is dus de tuin waar het om gaat. En je hebt hier dat hokje staan dus. De deur is er al uit en hij is ook al leeg. Spulletjes heb ik allemaal al weggebracht. Naar stort of sommige spullen wat nog gebruikt kan worden. Dat heb ik natuurlijk ergens anders heen gebracht. Ja, en dan heb ik hier de coniferen staan. Die moeten eruit. En hier heb je dan de vijver. Nou, die is al leeg. Vissen zijn al weg. En het water is er ook al uit. Dus alleen de vijver zelf moet er nog uit. Ja, dus genoeg te doen. Er moet ook nog natuurlijk weer zand in dat gat. Dus om weer te vlakken. Maar goed, eerst het hokje maar even. Zo, hallo! Het is toch wel tijd dat dat ding afgebroken werd. Nou, echt wel. Best wel een beetje. Zou je eigenlijk zoiets zeggen? Nee, je zit er niet aan. Nee. Je zit er niet aan. Nee, echt niet. Maar goed dat het niks te houden had, want... Ja. Zo, voordat ik verder ga slopen, moet ik eerst eventjes nog een paar lampjes eruit halen. Voordat het straks allemaal kapot gaat. Dat zou ook zonde zijn natuurlijk. Nou, met die beeldjes hier, daar is even. Dat is niet zo, hè? En dan hebben we nog een kruik. Nou, dan is in ieder geval alles weg wat niet kapot mag gaan. Zo, dan kunnen we weer veilig verder gaan. Dat de bol kapot gaat wat niet kapot mag gaan. Ja, en nu kan je zien hoe verrot eigenlijk die balken wel niet zijn. Zie, zo zonder enige moeite breek ik gewoon een balk van 7 bij 7 centimeter af. Ja, dat is natuurlijk niet normaal.
Ja, en dan weer eventjes terug in mijn eigen hok, werkplek. Ik heb, zoals je kan zien, 11 balken opgehaald, hardhouten balken. Dat is dus natuurlijk voor de schutting. Ja, en je ziet daar een emmertje staan, dat is een coating. Dat is dan even een extra bescherming voor de balken, want er gaat een 70 centimeter ongeveer in de grond. Ja, dan hebben we dat in ieder geval extra beschermd. Ik doe ook alleen maar de eerste 70 centimeter, of een meter doe ik eigenlijk ongeveer, zodat het stuk wat in de grond zit beschermd is. Ja, daarboven zit, dat zit wel goed. Dus dat hoeft niet ook nog extra ingesmeerd te worden. En deze balken die zijn zo hard dat ik waarschijnlijk zelfs met, als ik de plankjes erop doe, eerst moet voorboren om er überhaupt een schroef in te krijgen. Dus dat zit wel goed. Zo, die zijn inmiddels allemaal klaar. Ik heb ze allemaal gewoon, tot hier ongeveer, ongeveer een meter. Ze gaan 70 centimeter de grond in, dus ik denk, een meter dan moet dat wel genoeg zijn. Dus gewoon even een extra bescherming voor de balken. Zo, die balken zijn dus voorbereid. Dat hokje wat jullie zagen, dat is inmiddels helemaal weg. Dat heb ik vandaag gedaan. Helaas niet gefilmd. Ik heb er niet aan gedacht. Stom, je komt eraan en je gaat je ding doen. En komt ook omdat je natuurlijk s'morgens even wat wil doen. Want smiddags, het is zo heet. En dit weekend, wanneer dit opgenomen is. Het was zo'n beetje 30 graden. Ja, dat is gewoon niet te doen. Dus het was echt 's morgens eventjes wat dingetjes doen, zoveel mogelijk. Ja, en 's middags zit je eigenlijk gewoon voor pampers op een zo'n cool mogelijk plekje. Dus vandaar dat het filmpje niet echt spectaculair. Spectaculair, whatever. Je snapt wat ik bedoel. ik ga het ook even anders doen, denk ik maar. Ik ga er wel even gewoon 2 weken tussenuit. Ik heb daar denk ik nog 2 weekenden nodig. Tenminste, dat hoop ik. Ligt aan het weer. Als het stuk weer blijft, dan heb ik 3 weekenden nodig, denk ik. Dus moet ik even kijken hoe wat. Dus ik ga er maar even 2 weekjes tussenuit. Dat wil zeggen, 2 weken even geen video. Daarna laat ik jullie het eindresultaat wel zien. En misschien ook je schutting opbouwen. Dan moet ik even kijken hoe dat gaat. Want zo is het geen doen. En ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel. Dan is het voor deze eventjes het einde. Zeg ik, het was niet echt spectaculair. Maar goed, het is even niet anders. In ieder geval voor materialen en gereedschappen en heel veel andere dingen kan je natuurlijk bij mij op mijn website terecht. Blijf me natuurlijk wel volgen, want er komen wel veel meer video's weer aan. Het is eventjes een soort pauze om zo even te zeggen. Dus. En als je me nog niet geabonneerd hebt, doe dat dan even. Ja, dat helpt mij ten eerste enorm. Plus dat je niks meer gaat missen. Mocht je nog niet alle video's gezien hebben, ik heb er een stuk of 76 op staan. Dus misschien heb je dan nog wel even wat te kijken. Zoals ik al zei, de website kan je bekijken voor materialen en andere dingetjes. Misschien zijn er nog mensen die mij willen steunen op een of andere manier. Ook dat staat allemaal op de website en hieronder in de beschrijving ook wel. Hoe je dat eventueel kan doen. Hoeft niet veel te kosten. Kan ook met een klein geschenkje of wat dan ook. Er zijn meerdere mogelijkheden, dus kijk maar even. Dan was het eerst wel even voor deze video. Misschien even een saaie video. Maar de volgende zal dan hopelijk weer een mooie video worden. Goed, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Dit was Eagle Dan Maakt met het motto. Even kijken, gewoon doen. En dan tot over 2 weken. Tot ziens.